Goedendag, welkom bij TV West Sport van maandag 2 februari met voor één keer een complete uitzending over ADO Den Haag. Jubilerend ADO speelt met twee gezichten bij Feyenoord. Lex Immers scoorde weer tegen zijn grote voetballiefde. Het 110-jarig verjaardagsfeest van ADO. Ja, wel een week was het voor ADO Den Haag. De club presenteerde de Chinese eigenaar, de raad van commissarissen trad af. Er werden twee nieuwe spelers aangetrokken, het eigen museum werd geopend. Het 110-jarig jubileum werd gevierd en ADO deed zich tekort in de wedstrijd bij Feyenoord. Op basis van de tweede helft in Rotterdam had ADO meer verdiend, maar het aantal uitoverwinningen blijft nog altijd op nul staan. Te gast is Timothy de Rijk, fijn dat je er bent. Onno Hansom is er ook. En zometeen hier aan tafel ook nog Lex Immers. Timothy, je scoorde gisteren bij Feyenoord je derde eigen doelpunt van dit seizoen. Is het gewoon alleen maar domme pech steeds? Nou, dat denk ik wel. Ik denk ook als je het beeld terugziet en je de doelman wil helpen om hun aanval eigenlijk weg te schieten. En de bal komt met een vervelende stuit op me af en ik schat hem verkeerd in. Ja, wij zaten op de tribune en dachten, als hij die bal gewoon helemaal niet raakt en gewoon laat gaan, is er niks aan de hand. Ja, en het is des te vervelend omdat ik vind dat Timothy, dat weet hij zelf ook wel, wat ongelukkig gestart is bij ADO. Maar sinds de winterstop staat het als een huis centraal achterin met Vito Wormgoor en Timothy de Rijk. En dan zo'n bal die inderdaad misschien beter had weg kunnen schieten. Ja, het is pure pech, het is heel vervelend. Ook. Ja, twee al dit seizoen. We gaan er eventjes naar kijken. Bijvoorbeeld in de wedstrijd tegen Vitesse. Kijk maar mee. Ja, dit keer met het hoofd. Wat voel je nu hier? Kan je dan echt letterlijk en figuurlijk door de grond zakken? Nee, ja, het is wat ik zeg. Ja, je wil alles zo goed mogelijk neerzetten om die kans weg te krijgen. Alleen, dat is dan zonde dat hij hem zo devieert, dat hij in doel gaat. Dit was tegen Go Ahead Eagles. Ja, dan moet je echt een loop nodig hebben. Wil je zien dat jij uiteindelijk degene bent die de bal raakt en niet Ten Den van Go Ahead. Die baalde ook, hè, want die dacht zijn eerste doelpunt in de Eredivisie gescoord te hebben. Ja. Maar het is nu al een keertje afgelopen, mag ik hopen, Timothy, met jij een eigen doelpunt. Ja, tuurlijk. Het is zonde dat gebeurt. Nogmaals, je wil zoveel mogelijk je keeper helpen met een afgeslagen voorzet. En dan is het zonde dat die bal op een vervelende manier voor mij aankomt en dat je hem verkeerd raakt. En het is zonde dat je daardoor op achterstand komt. Onno, een echt hele slechte eerste helft, maar een prima tweede helft gisteren bij Feyenoord. Ja. Maar weer geen uitoverwinning. Nou, die eerste helft, die slecht zijn, is ook structureel. De laatste 14 tegentreffers van ADO. 11 daarvan in de eerste helft. Dat is opmerkelijk. En dan is het dus denk ik toch structureel ook een probleem. En dan baalde iedereen van de afloop dat ADO zo slecht begon aan die wedstrijd. Ja, als je goed kan voetballen, maar niet de juiste instelling heeft, dan denk ik niet dat je goed voetbal eruit gaat komen. Dus ik denk dat het altijd bij de instelling begint. Ik ben niet moedeloos, ik word er niet moedeloos van. Maar ik word er wel een soort van licht agressief van als je dan zo'n 20 minuten speelt. Helemaal nu na de wedstrijd, omdat blijkt dat als je lef toont, als je initiatief neemt, als je er een wedstrijd van maakt zoals we hebben afgesproken, dan kan je ook zelfs Feyenoord het moeilijk maken in de Kuip. Nou. Ja, je laat jezelf voor de kop natuurlijk, dat je natuurlijk niet zo bent begonnen. Maar als we daar de oplossing en het antwoord al op wisten, dan stonden we niet op de plek waar we nu stonden staan. Ja, trainer Frezer werd er licht agressief van, Timothy. Heeft het gestormd in de kleedkamer? Nee, hij heeft wel gezegd waar het op staat en dat we veel meer er konden uithalen dan wat we lieten zien natuurlijk. En dat wisten we zelf ook. En ik denk dat we dat zeker de tweede helft absoluut laten blijken hebben. Ja. Goed, we gaan naar andere zaken rondom ADO, want er is zoveel gebeurd de afgelopen week. De club staat er nogal in de belangstelling. Natuurlijk de presentatie afgelopen vrijdag van meneer Wang, de nieuwe eigenaar. Hij heeft daar zijn ambities uitgesproken voor de komende jaren. Ik ga even twee zaken uitpikken. Om te beginnen, de ambitie om weer op normaal gras te gaan spelen. Was jij daar blij mee? Nou, ik wel, omdat ik wel het fijn vind als je gisteren ziet spelen in de Kuip. Fantastisch veld, dat is toch voetbal, vind ik. En ik begrijp ook wel dat toen ADO naar kunstgras is overgestapt. Alleen ben ik wel heel blij dat het weer een normaal veld gaat worden. Goeie zet, Onno? Absoluut, goeie zet. Veel spelers gaan tegenwoordig ook bewust niet voetballen bij clubs die op kunstgras spelen. ADO wil tegen internationale tegenstanders oefenen. Die komen echt niet als je op kunstgras speelt. En ik weet dat de meerderheid van de selectie, ze zeggen het niet altijd hardop. Maar inclusief trainer Henk Frezer zijn echt ontzettend blij dat we weer terug gaan naar kunstgras. Normaal gras. Normaal gras. Maakt niet uit. ADO moet ook, zo is de ambitie van meneer Wang, wereldwijd de meest bekende Nederlandse club gaan worden. Daar is wat lacher op gereageerd. Of zou het gewoon echt wel een keer kunnen gaan gebeuren?
Nou, die weg is nog heel erg lang natuurlijk. En daar is ook heel erg lang over onderhandeld met meneer Wang. In China is er al over gesproken. Wanneer gaat er versterking komen? Hoe gaan we dat financieren? Er is zelfs even sprake van geweest dat Van der Kallen en Bijsbergen een deel van het geld voor de overname van de aandelen later zouden krijgen om nu al geld te creëren voor transfers. Nou, dat is uiteindelijk niet gebeurd. En dus blijft het nu ook weer heel erg rustig. En moet er wel aan die weg gebouwd worden? En zijn de plannen wel goed van meneer Wang? Maar niemand kent die plannen. En dat bleek ook afgelopen donderdag toen er gesproken is met onder andere Kees Jansma, een dik advocaat. Die hebben gevraagd aan meneer Wang, wat zijn de plannen nou? Ja, die blijken er nog niet of nauwelijks te zijn. Ja, wat algemeenheden. En daar zal toch heel snel een structureel goed plan gepresenteerd moeten worden. En dan kan iedereen beoordelen of het ook inderdaad een toekomst heeft. Ja, wat wel zeker is, is dat er twee nieuwe spelers bij zijn gekomen. Vrijdag al Eduardo Wilson, of Wilson Eduardo uit Portugal. Je hebt nu al even een paar keer met hem getraind. Je hebt gisteren met hem gespeeld. Eerste indruk? Nou ja, volgens mij prima. Ik denk dat er veel dreiging van hem afkwam, zeker toen hij erin kwam. En nou ja, dat we mensen op de flanken nu hebben, dat het wel ook in een voordeel komt met spelers zoals Kramer en Van Duinen. Dat ze meer kansen gaan krijgen. En dat zullen we ook de komende tijd gaan zien. Het ging ook beter draaien in de tweede helft toen jullie 4-3-3 gingen spelen. Hè? Dus ja, toch weer met drie spitsen. Ja, ja, dus ik denk dat we de volgende wedstrijd zo gaan spelen, ook met, doordat je die nieuwe spelers bent gaan halen. Dus dat doe je natuurlijk niet voor niets. Dus, terug naar 4-3-3, structureel dus, wat jou betreft. Ja, dat is natuurlijk iets aan de trainer. Maar wat jou betreft? Nou ja, als je ziet hoe wij de tweede helft speelden, dan denk ik dat dat beter is. Ja, Evander Snow komt mogelijkerwijs ook naar ADO. Ja, het zou een geweldige versterking zijn. De Evander Snow van zijn eerste periode bij RKC, toen hij gekozen werd door Voetbal International notabene tot beste voetballer van het seizoen. Ja, het is ook een persoonlijkheid. Het is een man met uitstraling, een man met power. Dat zou een enorme aanwinst zijn voor ADO. Ja, hij heeft natuurlijk wel een verleden. Is een keer 20 minuten doodgewaand omdat hij neerviel bij een wedstrijd van Jong Ajax. Loopt met een defibrillator. Dus hij zal wel goed door de keuring moeten komen. Maar als hij de ambitie heeft, de gretigheid en Henk Vrezer krijgt hem aan het voetballen, dan is het absoluut een aanwinst. Hoe dan ook, ja, ADO strijdt voor handhaving op dit moment. En dan komt nu komende woensdag FC Twente op bezoek. Overigens is het misschien wel even aardig. ADO gaat dan in een speciaal jubileum shirt spelen. In het oude traditionele rood-groen. En gisteren in de Kuip was notabene Tom Beugelsdijk er om dat shirt te presenteren. Ja, inderdaad. Ja, ik heb het nieuwe shirt aan vandaag. Ik ga het laten zien. Ik heb hem al gekregen. Ik heb hem ook besteld. Yeah. Check idee. Wat voor weer die knopen. Ja, in het traditionele shirt tegen Twente. Wat zijn je verwachtingen? Ja, het ziet er heel leuk uit en ik denk dat er ook al veel mensen dat shirt gekocht hebben. Dus dat is alleen maar positief voor de club. En als wij daar nog een aandeel in kunnen geven, is dat extra meegenomen natuurlijk. Goed zo. Wel bedankt voor je komst, Timothy de Rijk naar de studio. Succes woensdag tegen Twente. Onder jou zie ik zometeen nog even, als we Lex Immers hier aan tafel hebben. Maar eerst nog eventjes terug naar gisteren. Want in het Feyenoordstadion kwamen wij de nodige oude bekenden tegen om te praten over diverse thema's rondom ADO. Cor Pot en Harry van der Laan. 而且更多的人知道海牙呢，到今天知道海牙。Nou, ik hoop dat het positief uit gaat pakken voor ADO, want ze zaten natuurlijk op een niveau waar ze ook niet verder kwamen. Dus dit is wel een nieuwe kans. Ik hoop dat de Chinezen het waar gaan maken. Het is ook wel fijn dat er is misschien eindelijk wat geïnvesteerd kan worden. Anderen doen het niet. En anders blijf je hangen waar je nu zit en misschien wel slechter. En dat eindigt dan misschien wel met een faillissement. Dus ik ben blij dat er voorlopig althans een aantal miljoenen aanwezig zijn om de club naar een hoger niveau te brengen. Maar deze mensen die nu benaderd zijn, Kees Jans, met Dick Advocaat, Rob Jansen, daar denk ik van dat dat hele capabele mensen zijn om dus de nieuwe Raad van Commissarissen te gaan vormen. Snow, hoe rustig is Snow? Snow, nou, Verhoep, dit kan natuurlijk ook. 1-0 voor RKC. Als Evander helemaal fit is, vind ik het een hele goede voetballer. En ik heb begrepen dat hij fit is. Ja, hij brengt natuurlijk fysieke krachten, hij heeft veel loopvermogen, hij is een sterke jongen. Ja, hij kan goed voetballen, dus het is ook een positieve jongen. Wat dat betreft denk ik dat het een goede aankoop is. Is het ook de man die ADO nu nodig heeft? Ja, dat zeg ik. Hè. Al die ploegen onderin hebben ervaring nodig. En ik zie soms dat ze het gewoon niet meer weten in wedstrijden. En dat er dan niet iemand in het veld is die de zaak regelt. En ik denk dat hij de ideale man daarvoor is. Dat is echt een gok.
Bij Snow heb ik echt het idee, die heeft al laten zien wat hij kan. Bij deze jongen weet ik het niet, die heeft al geloof ik 9 clubs in 6 jaar gehad. Dus daar zet ik grote vraagtekens bij. Ik weet ook niet wat de beweegredenen zijn van ADO. Misschien willen ze in de breedte nog wat extra's hebben. Wat zegt dat, zoveel clubs in een korte tijd, op huurbasis allemaal? Dat je nergens goed gespeeld hebt. Want dan willen ze van je af, heel snel. En dat betekent dat het niet functioneert. En wat de reden is, weet ik niet. Maar ja, dat is echt 3 grote vraagtekens zet ik daarachter. Kalou. Kuit. Oh, slim. En wat mooi. Ja, ja. Dirk Kuit. Als ik eerder moet zeggen, zou ik het niet doen. Omdat hij vorige keer, hadden ze hem graag willen hebben. Toen heeft hij gekozen voor het financiële avontuur in Turkije. Ja, nu wil hij terug en dan komt het hem goed uit. Ja, en hij is 35 jaar. Ik weet niet of je daar toch aan moet beginnen. Zeker gezien de jeugdopleiding van Feyenoord. Je hebt heel veel exponenten die uit de jeugdopleiding komen. Dus ze komen er weer een stel aan. Ik weet niet of je dan weer mensen gaat blokkeren. Goed zo. Dan gaan we nu naar de training van ADO Den Haag. Een veel besproken training op deze maandag. Omdat de nieuwe eigenaar Yu Wang daaraan mee heeft gedaan. Collega Jim van der Del, die was erbij. Jim, hoe was het? Het was eventjes wachten op meneer Wang. Iedereen kwam om 2:30 naar buiten, maar meneer Wang was er kort voor 3 op het veld met witte schoenen, handschoenen en natuurlijk een muts op. Want hij had het behoorlijk koud, deed gelijk mee aan de warming-up. Natuurlijk keken we ook eventjes met een schuine oog naar Evander Snow, de mogelijke versterking van ADO Den Haag. Was hij al op het veld? Nee is het antwoord. De vraag is ook of hij door de keuring is gekomen. Dat moet vandaag plaatsvinden, maar tot op heden is het heel schimmig daaromheen. Er komt nog geen definitieve ja en ook nog geen definitieve nee. Dus dat zal in de loop van de avond wel komen. Vooralsnog is Snow er dus niet bij. Dankjewel Jim. Weer terug aan tafel waar inmiddels Lex Immers plaats heeft genomen. Gisteren heb je je 2e goal namens Feyenoord tegen ADO Den Haag gescoord, Lex. Ik kan me zo voorstellen dat je dat eigenlijk met tegenzin doet. Nou ja, zo kwam het gisteren na de wedstrijd wel een beetje over hoe ik dat in de pers en media zei. Ja, dat is natuurlijk niet wat je graag wil. Je wil niet als oudspeler en zeker als jongen van de club je eigen club de das omdoen. Maar ik zei gisteren na de wedstrijd dat het toch wel noodzakelijk was om die goal te maken. Ik zeg trouwens om even dat we die beelden van gisteren nog niet mogen laten zien. Maar dat we jouw eerdere goal namens Feyenoord tegen ADO wel mogen laten zien. Die was namelijk op 16 december 2012. Ja, het was niet zo moeilijk, Lex. Maar je moet hem maar wel maken. Kijk, hier vanaf 11 meter. Dit was de 2-1. Toen voor Feyenoord uiteindelijk winnen de Rotterdammers deze wedstrijd met 3-2. Dat hoort ook zo, denk ik. Kan je het volgende moment... Ja, natuurlijk kan je dat herinneren. Wat hier gebeurt, Lex. Ja, ik moet je zeggen, dat is wel iets van kippenvel wat ik eventjes krijg nu. Het is natuurlijk een maat van mij, Tommy ook. Dat is een geweldige gozer. En ja, dat was een heel onschuldig moment. Na de wedstrijd zei hij tegen mij ook waarom ging je nou liggen? Probeerde je mij een kaart aan te naaien. Ik zei, ja Tom, ik zeg dat absoluut niet. Ik zeg, in eerste instantie, ik zag niet eens dat jij het was achter mij. Hm. En ik kleunde er gewoon vol in met een elleboog in mijn nek, achterhoofd was het. Het was gewoon een rode kaart. Dat is wel een apart moment. Hoe zou jij hem beoordelen nu, na 2,5 jaar Feyenoord? Ja, ik heb veel respect voor Lex Immers. En dat zeg ik niet alleen omdat hij hier zit. Maar Lex heeft altijd alle critici tegen zich gehad. Het was altijd maar dat verhaal van, kan die het wel aan? Is hij technisch wel goed genoeg? En hij is altijd rustig gebleven en heeft gewoon ondertussen wel, als ik alleen maar aan zijn recente Europese doelpunten denk, zijn waarde wel bewezen voor Feyenoord. En dat vind ik erg knap. Ja. En het is niet voor niets dat hij misschien eigenlijk afgelopen weekend ook op Old Trafford had kunnen spelen in plaats van in de Kuip. Want Leicester City had interesse in hem en daar ben je vooralsnog niet op ingegaan. Nee, ik heb daar heel weinig van gehoord. Ik heb een zaak waarnemer. Zijn jullie niet concreet geweest? Nee, absoluut niet. Er is geen bod bij Feyenoord binnengekomen, helemaal niks. En op dat soort dingen ben ik gewoon heel open, heel simpel. Natuurlijk is een mooie club. Ben je na vandaag zeker nog steeds speler van Feyenoord? Ja, absoluut, absoluut. Okay. Nee, ik heb gisteren nog met mijn zaak waarnemer erover gesproken. En ik zeg, heb je nog wat gehoord verder daarvan? Hij zegt, nee, helemaal niks. Maar het feit dat je je zaak waarnemer belt, kan wel inhouden dat je open staat voor een nieuwe uitdaging. Ja, absoluut. Kijk, ik heb altijd gezegd, het is echt geen straf om voor Feyenoord te spelen. En ik ben heel blij dat ik voor Feyenoord mag spelen na ADO Den Haag. Als je naar Premier League gaat kijken, is het natuurlijk een fantastische competitie. De leeftijd heb ik ervoor. Ik word van de zomer word ik 29.
Dus ja, om nog een stap te maken naar zo'n niveau, zou dat van de zomer wel een ideaal moment zijn. En ik ben ook niet iemand die heel graag in de winter weggaat. Ik had het er vandaag toevallig nog met Jordi over. Jordi Klaasie. En het is gewoon niet ideaal om in de winter weg te gaan om je club te verlaten. Laten we eens even teruggaan naar het begin van de wedstrijd gisteren. Want wie was de mascotte van de wedstrijd? Milan Immers. Inderdaad, de zoon van. Hij kwam als volgt het stadion binnengelopen. De kleine zoon van Lex. Kijk, daar is hij. Dit was mooi, Lex. Die heeft hier lang op gewacht. En daar in het midden. Hij is een beetje verlegen. Hij is een beetje verlegen. Lijkt het niet op zijn vader? Nee, dat zeker niet. Nee, maar hij had gisteren voor de wedstrijd had hij het daar heel erg over. En hij was zenuwachtig. En uiteindelijk heeft hij gisteren toch wel een hele mooie dag meegemaakt. Voor een kind is dat natuurlijk fantastisch. Ik kan me ook voorstellen, Lex, dat dit extra bijzonder is in een periode waarin het privé gezien even behoorlijk tegen heeft gezeten. Ja, absoluut. Ja. Ja. Miskraam gehad. Ja, mijn vrouw die was 7, 8, 9 weken zwanger. En nou ja, normaal gesproken in het leven zeg je van, dan wacht je altijd nog even met het bekendmaken van. En maar wij waren gewoon zo trots en ik was ook trots. Ja. En dan breng je zoiets naar buiten. Of nu moet ik het zeggen, je vertelt het de mensen. En dan 2 weken later gaat het mis. En kom je bij de echoscopisten. En dan zie je dat het hartje niet meer klopt. Ja, dat is iets wat voor een vrouw een stuk moeilijker is als voor een man. Een man is daar wat nuchterder in, maar... Ja, eveneens voor mij was het net zo moeilijk om dat... Je ondergaat het als gezin. Ja, te zien verdwijnen. Tot slot, naar ook het misschien wel slot van jouw voetbalcarrière over pak een beetje een jaar of 6. Wat is jouw plan? Wat is jouw doel? Wat wil je gaan doen als je dadelijk stopt met voetballen? Als ik stop met voetbal? Nou ja, het eerste wat ik nu... ik wil ooit nog sowieso een keer in het buitenland spelen. Ja, oké. Okay. En daarna wil ik terugkeren misschien bij ADO. En uiteindelijk wil ik misschien ook wel wat voor ADO betekenen. En ik wil sowieso in de voetballerij wil ik actief blijven. Ik mis 1 ambitie in je verhaal van zojuist. 1 ambitie? Je zou professioneel darter willen worden. Ja, graag, tuurlijk. Dat wil iedereen. Train je daar nu echt ook dagelijks veel op? Op darten? Ja, absoluut. Ja? Ja, ik heb wel best wel wat contact met Raymond ook van Barneveld. En gisteren ook nog toevallig. Het toernooi wat die tweede werd in de finale tegen Van Gerwen. Maar nou ja, dat is wel iets wat ik heel leuk vind. En ik ben er ook heel erg mee bezig, moet ik zeggen. Ik ook mee bezig om er misschien ooit dadelijk echt professioneel wat mee te gaan doen? Nou ja, dat is natuurlijk moeilijk te zeggen. Ja. Maar ik maak wel mijn uurtjes per dag, moet ik zeggen. Dat doe ik zeker. Ontzettend leuk dat je hier wilde komen vandaag, Lex Immers. Onno, jij zie ik maandag weer. En natuurlijk woensdag weer bij ADO tegen FC Twente. Later in deze uitzending natuurlijk ook nog onze ADO Speler van de Weekverkiezing. Dit seizoen nieuw bij Omroep West. De ADO-speler van de week. Dat straks. Maar alles door oefening, ADO, werd op 1 februari 1905 opgericht in Café Het Hof van Berlijn aan de Haagse Papenstraat. In de jaren 70 was er de fusie met Hollandsport en toen was het FC Den Haag. Later werd het weer ADO Den Haag. 2 landstitels in de Eredivisie, 3 in de Eerste Divisie en 2 KNVB-bekers. Een palmares waar men trots op mag zijn. Voor eeuwig. Zaterdagavond was er een geslaagd 110-jarig jubileumfeest in het onderkomen van nu van ADO, het Kyocera Stadion. 110 jaar is natuurlijk een heel mooi gebeuren. Het is altijd leuk om oude bekenden weer op zulke avonden tegen te komen. Natuurlijk een heel mooi jubileumjaar, hopelijk vadernacht. ADO, gefeliciteerd. Gefeliciteerd ADO met de 110-jarige verjaardag. ADO, gefeliciteerd hè. ADO, gefeliciteerd. Wedstrijden zoals tegen Lens en West Ham United, ja, die springen er altijd uit en die komen altijd wel een keer voorbij. Natuurlijk de bekerwinst voor mij dan in 1967, 68. Dat zijn natuurlijk wel zeg maar, behoorlijke mooie momenten. En dan word je een keer trainer en dan win je een paar keer daarna competitie en dan probeer je te promoveren. Nou, dat lukt dan niet.
In één jaar is dat wel gelukt en dat is dan zo'n beetje een kleine omschrijving wat ik met ADO heb. Van harte gefeliciteerd met het 110-jarig jubileum namens Erik en Annelies. ADO, gefeliciteerd met uw 110-jaar feest. Van harte gefeliciteerd ADO met uw 110-jarig jubileum. Nou, de club is overgenomen door de heer Wang, dus ja, nu is het afwachten wat gaat er gebeuren. Dat weten we allemaal nog niet, maar de geluiden zijn heel positief en daar moeten we met z'n allen in gaan geloven. Maar niet alleen de medewerkers, de sponsoren, de relaties, maar ook heel Haaglanden moeten erin gaan geloven. Dan denk ik dat we iets moois kunnen gaan maken en doen met z'n allen. Dit is de vierde eigenaar die ik meemaak. De eerste was Stoop, geweldige man. Heeft heel veel ziel en zaligheid, had promotie, Europees voetbal. De tweede was Orecon. Was een zusterbedrijf van NS. Daar belanden we op doodspoor. Toen kregen we Ringelenstein. Geweldig. Want. Promotie. Nieuw stadion. Ook degradatie. Heb ik ook meegemaakt. Daarna kwam Mark van der Kallen. Weer promotie. Europees voetbal. En nu hebben we meneer Mang. Wang, toch? Dus we hopen dat we dat voortzetten. Een beker en Europees voetbal. Ja, ze hebben goede ideeën. Kijk, als ze dat uit gaan voeren, wat er tegen ons gezegd is, dan ziet het er alleen maar rooskleurig uit voor ADO. Gewoon de derde club van Nederland worden. Een nederlaag bij Feyenoord, terwijl ADO Den Haag voor meer had kunnen gaan, omdat de ploeg de rug rechtte in de tweede helft. Wie is de speler van de week en wie gaat er aan kop in ons algemeen klassement? De cijfers in speelronde 20 zijn als volgt. Op 3 Mike van Duinen, de doelpuntenmaker, scoort een 5,6. Op 2 invaller Mitchell Schet, we zien hem weinig in de speler van de week klassement. Hij scoort een 5,7. En de ADO-speler van deze week is Vito Wormgoor. De verdediger speelde een sterke wedstrijd en scoort een 6,2. Het klassement aan kop nog altijd doelman Martin Hansen. En op plek 5 binnengekomen Vito Wormgoor met een 5,6. Wil je de volgende keer op mij stemmen? Stem dan hier. Komt er? Stem dan hier. En woensdag na ADO Twente en zaterdag na FC Dordrecht ADO kan daar weer worden gestemd. Wat is er aan sport te verwachten deze week bij Omroep West? Woensdag van 6 tot 9 is er Radio West Sport met het verslag van ADO FC Twente. Zaterdag hebben we het amateurvoetbal op radio en tv met 2 wedstrijden uit de topklasse waar we verslag van doen. FC Lisse tegen Spakenburg en IJsselmeervogels tegen Rijnsburgse Boys. Rijnsburgse Boys pakte 3 belangrijke punten afgelopen zaterdag thuis tegen Sparta Nijkerk. Het wordt 1-0 dankzij een treffer van verdediger Jeroen Hessing. Zaterdagavond doen we op de radioverslag van FC Dordrecht tegen ADO Den Haag. En maandag zijn we er dan weer met dit programma. Voor nu bedankt voor het kijken en nog een prettige dag toegewenst.